Dat is eigenlijk wat mensen vergeten, is dat je directe feedback hebt met online. Dus Ja. hetgene wat je doet, levert direct Ja. eigenlijk inzichten op. Ja. En op het moment dat er geen inzichten komen, dan doe je iets verkeerd Ja. eigenlijk. Ja. Welkom allemaal bij alweer de vierde aflevering van Groeipraat. Ik ben nu hier, ik zit in de auto in Jouweren bij Freek. En Freek is eigenaar, mede-eigenaar van Mediasoep. En ik ben heel benieuwd wat hij ons kan leren, omdat hij naast het maken van websites veel meer doet voor ondernemers. Ik denk dat we er een hoop van kunnen leren. Heb jij nou het idee van, ik heb hier ook een hoop van geleerd na afloop? Of misschien denk je, ik heb al een paar afleveringen gezien. Ik vind het toch wel leuk iedere keer. Klik dan hier beneden even op abonneren. Want dan kan ik je op de hoogte houden en dan help je mij ook ontzettend mee. Dus super mooi vinden. Laten we snel gaan naar Freek. Toen die jaren terug, dan waren er zo verschrikkelijk veel online cursussen over hoe je online moest ondernemen. Ja. Dat je, en daar heb ik zo verschrikkelijk veel geld aan uitgegeven voor die tijd. En er was weer een cursus voor zoveel en zoveel. En zat ik avonden lang te leren hoe ik WordPress moest, websites moest maken. Photoshop heb ik mezelf toen aangeleerd. Ik denk, dan kan ik het dan mooi maken ook. En ja, uiteindelijk, ik denk dat ik met die WordPress website is dus helemaal niks verdiend, denk ik. En op een gegeven moment had ik dan via Instagram, dan had ik een profiel gemaakt. En dan had ik een affiliate link in de bio. En dan had ik iemand via Fiverr in de Filipijnen, die de hele dag lui zat te liken voor mij. En dan gingen die lui daarheen, want die dacht, oh, die vrouw die liked mij. Dat was toen, dat zie je nu overal van die nep-profielen, maar dat was toen net. En dan gingen ze daarheen en dan moesten ze een postcode invullen en een huisnummer, dan kon ze een iPhone winnen of zo. En dan zei dat meisje, van wie de profiel nou zogenaamd was, zei: oh my god, ik heb een nieuwe iPhone gewonnen hier. Dus dat, en dan hebben we nou lijken. Ja, Maar jij verdiende daar niks aan. ja, toen wel. Maar ook bijna niks. Want hij moest zo iemand in de Filipijnen, die moest dan €5 hebben of zo. En daar ging hij dan de hele dag voor lijken. En ik kreeg 30 cent of zo als iemand die pasgewoon invulde. Nou ja, op een gegeven moment, nou, ik denk dat ik de. Nou, je kan het. Onder de euro kun je het uitdrukken, waarschijnlijk achter de komma. Maar ja, goed, dat was de enige keer dat ik op die manier passief, op mijn manier, inkomen genereerde of zo. En kijk, achteraf is het natuurlijk zo: je gaf geen echte waarde. Dus je Nee. krijgt ook geen echt geld aan. Zo simpel Nee. is het gewoon. Dat lukt je misschien even. Ben ik wel met je eens. Je moet waarde genereren om daadwerkelijk. Je moet waarde toevoegen Ja, om geld te verdienen, zeg zo maar. werkt het Ja. gewoon. Want het is, kijk, alles is gewoon handel. En mensen kopen niet een foto, een plaatje van een lekker wijf die een iPhone gewonnen heeft uiteindelijk. Nee. Zodra je dan die postcode moet invullen, dan heb je wantrouwen. Dus zo werkt het niet. En daarom ben ik ook, op een gegeven moment heb ik dat helemaal afgezworen. Dat, nee, ik heb daar niks mee. Maar ik vond het gewoon wel leuk. Ik heb er heel veel van geleerd. Ja. Want daardoor weet ik nu precies hoe ik mijn eigen website moet maken. Op zekere hoogte. Ik weet hoe Photoshop werkt. Ik kan mezelf nu redden in After Effects en in Premiere Pro. Want als je Photoshop kan, kun je dat eigenlijk ook. Dus ik heb er uiteindelijk heel veel aan gehad. Ik vond het hartstikke leuk. Maar snap je, dan Maar het is krijg wel je wat. mooi dat je dat soort dingen hebt uitgeprobeerd. Ja, je krijgt een beetje wantrouwen daardoor tegenover het online gebeuren. Ja, Ja. nou, ik denk ook wel dat het wordt gebracht als zijn een soort magisch trucje, Ja. terwijl er geen magisch trucje is. Er zijn wel een aantal dingen die je moet doen of die je moet laten om het goed te kunnen doen, zeg Ja. maar. En de een die heeft die mix wat beter onder controle dan de ander. Maar ik denk uiteindelijk dat er voor heel veel dingen op internet toch te moeilijk wordt gedaan om iets te verkopen, zeg maar. He, want Ja, dat geloof uiteindelijk ik ook wat wel. je. Wat je ziet is dat ondernemers bijvoorbeeld al heel erg in de automatiseringsslag verkeren. Dus dat mensen al helemaal in de fase zitten van, goh, ik moet het hele administratieve proces moet verwerkt zijn en doe het maar op, want dan kan ik schalen. Ja. Dus ze zijn eigenlijk al bezig met schalen in automatisering, terwijl ze nog helemaal niet op het punt zijn van schalen. Hè? Omdat er bijvoorbeeld nog helemaal geen aanvragen zijn. Weet je? Dus als je dan kijkt van, ja, hoeveel aanvragen heb je dan nu? Ja, de afgelopen maand één, Ja. weet je zo. Ja. Maar ja, is dat dan dusdanig veel werk dat het administratief niet meer te handelen valt? Dus dat je daarin moet gaan automatiseren? Of moet je eigenlijk gewoon kijken, hoe kan ik ervoor zorgen dat in de eerste instantie die aanvragen omhoog gaan? Ja.
Kijk, en wat mensen dan vaak doen, is gewoon bijvoorbeeld naar een online marketeer gaan en zeggen, wil je advertenties voor mij op internet zetten? En als die advertenties er dan zijn, nou, dan zouden de aanvragen moeten gaan lopen. Nou, in de eerste instantie helpt dat, want wij zeggen altijd, dat zijn de anabolen, zeg maar, van het internet. Ja. Dus als jij eigenlijk, zeg je dat, als je dienst of je product niet helemaal uitgediept is, zoals wij dat noemen op internet, en je hebt geen fancy website met alle toeters en bellen, maar je hebt wel een product of een dienst en je hebt een duidelijke advertentie, zeg maar, dan de wet van de grote getallen maakt dat er dan altijd eigenlijk wel iets blijft hangen. Ja. En dat wil niet zeggen dat je dan heel veel aanvragen krijgt, maar het toevoegen van advertenties is sowieso, doet altijd wel iets. Mm-hmm. Die ene willekeurige persoon die je tegenkomt, of die jou tegenkomt eigenlijk bij zijn YouTube video of bij zijn Google, die willen nog wel eens doorklikken. Nou goed, wat je daarmee genereert is natuurlijk traffic die je anders niet zou hebben gehad. En met die traffic kun je vervolgens eigenlijk ook weer analyse plegen. Hè? Kijken van, goh, wat als er nou heel veel mensen op die advertentie klikken, maar vervolgens niks doen op die website, dan is er iets met je website aan de hand. Ja, met dat soort inzichten kan je dan een website verder gaan ontwikkelen. Ja. Maar als je dus uiteindelijk kijkt naar hoe genereer je aanvragen op internet, eigenlijk is het, wat jij doet, zeg maar, is nu content maken en dat soort dingen. En ja, dat is iets dat juichen wij als webbouwers eigenlijk alleen maar toe. Omdat dat namelijk iets structureels is. Dat zijn geen anabolen. Dat is juist iets dat doet jouw aanwezigheid online groeien. Mm-hmm. Waardoor je op den duur, zeg maar, meer hebt om aan te tonen dat mensen bij jou moeten zijn. Blijkt dat ook echt zo te zijn? Ja. Ja? Ja, dat, tenminste, soms, dat is in onze ervaring. Soms ben ik dit aan het doen en dan denk ik, ik doe dit gewoon omdat ik het leuk vind, dat is één. Ik vind het proces mooi om dit te zien. Ik vind het leuk om met mijn hasjes op een camera. Zwaar op gang ben ik dan ook wel. Aandacht schuil. Ja, een beetje wel. Ja, mag toch. Daar schaam ik me helemaal niet voor. Ik vind het leuk. Maar ik vind het ook leuk om zoals met die groeipraat, iemand anders even in de aandacht te zetten op die manier. Ja. Want over jezelf praten gaat maar zo ver. Maar als iemand je vragen stelt, dat heeft veel krachtiger natuurlijk. Ja. Maar ik vraag me wel eens af, waar gaat dit, gaat dit ergens naartoe? Of is het gewoon content maken om het content maken? Nou, je moet het eigenlijk een beetje zo zien van wat is de kop en wat is de staart? Laten we het anders zeggen. Als je een huis gaat bouwen, wat is het fundament? Waar begin je mee, mm-hmm, als het ware? Wat ik net al zei, er zijn heel veel ondernemers die zitten in de automatiseringsslag. Je hebt ook heel veel ondernemers die zitten al in een volledig dienstenaanbod. Ja. Terwijl je je ook af kunt vragen van, als jij een website maakt, hè, want we hebben ook wel te maken natuurlijk met klanten die zeggen van, ja, ik heb dit aan diensten, dat en dat en dat en dat, en er moeten allemaal pagina's en ze willen meteen hun hele hebben en houden op internet. Ja. Terwijl ik zo nu en dan nog wel eens adviseer van, het hoeft niet allemaal evenredig vertegenwoordigd te zijn. Het kan best zijn dat je zegt van, nou, we hebben een pagina, daar staan onze diensten op. Dat is even een beknopte tekst van een dienst. Hè? Dus met andere woorden, 6 diensten of 5 of 4, whatever. Ik probeer zelf altijd minder is beter. Mm-hmm. Hè? Want dan snappen mensen het ook beter. Ja, ja. Maar als ze dat dan uiteindelijk hebben, om dan te zeggen, pak nou je meest belangrijke en ja, definieer belangrijk. He, is dat omdat je het nu het meest verkoopt? Of is dat omdat je het straks het meeste wil verkopen? Ben je nu al in de positie dat je genoeg verdient, als het ware, dat je bezig kunt met het switchen van je focus? Of ben je nog op het punt dat je eigenlijk nog broodnodig de aanvragen of de verkopen nodig hebt, zodat je die ruimte creëert? He, maar kies de dienst of het product wat voor jou het belangrijkste is. En dan vervolgens moet je eigenlijk, en daar hebben we het wel eens eerder over gehad, dat prototypisch zo snel mogelijk daarmee naar buiten. Dus je moet een pagina maken, ja, met het verhaal of het product, ja, of zo beknopt mogelijk, maar wel diep genoeg. En ja, daar zit natuurlijk een bepaalde formule achter. Een bepaalde manier van werken. Maar als je dat hebt, dan zet je het online en dan is het vaak heel goed om dat bijvoorbeeld eens te koppelen aan advertenties. Dus die anabolen waar we het over hadden, is gewoon om eens uit te testen van, goh, waar wordt op gereageerd? En op het moment dat je nou zo'n pagina hebt, dan is het ook heel eenvoudig om die pagina te dupliceren en om er dan bijvoorbeeld een iets andere tekst op te zetten. Of om hem, en zo dus telkens eigenlijk een beetje te tweaken om te kijken, waar zit nou die sweet spot? Waar gaan mensen AB testen, dat, ja, dat vooral, ja, dat is eigenlijk wat je doet. Hè? Ja. Alleen AB testen vind ik dan weer zo'n, ja, ik vind dat gewoon een beetje een trend als het ware. Hè? Mensen roepen dat allemaal van, ja, wat doen wij? Maar dat,
ja, het zit meestal gewoon in de werkwijze. Het is gewoon cyclisch ontwerpen eigenlijk. Mm-hmm. Cyclisch bouwen van een site. En je bent... Wat is die cirkel dan? Die cycli, is dat een woord? Ja, cyclisch is in cirkels, zeg ja, maar. Ja, ik weet wat dat betekent, maar dus hoe dat ziet je weer... die cirkel eruit? Nou ja, dat heb je natuurlijk niet altijd op dezelfde manier. Maar... je kunt je wel voorstellen dat je begint op een gegeven moment met het uitdiepen van oké, wat hebben we, welke klant heb ik voor mijn neus, wat is zijn aanbod? En dan vervolgens, je hebt zijn bedrijfsverhaal nodig, dus met andere woorden, wat is nou dat onderscheidende vermogen? Want je zit niet alleen met een product of met een dienst, maar je wil ook graag weten van wat is nou het onderscheidend vermogen van dat bedrijf ten opzichte van de concurrent. Ja. Dus je probeert meerwaarde te zoeken. Dat vertaal je als het ware uiteindelijk naar een eerste tekst, naar een eerste opzet. En vanuit dat plan zeg maar, ga je realiseren. En daar kun je een hoop standaard onderdelen voor gebruiken. Dat zet je in elkaar. En vervolgens als dat staat, dan begin je eigenlijk datzelfde cirkeltje opnieuw. Want je gaat namelijk weer opnieuw kijken naar, oké, wat is die tekst nou? Maar je doet dat op basis van inzichten die je hebt verworven uit die eerste sessie, zeg maar. Dus je hebt dan zo'n cirkel doorlopen. En dan ga je kijken, oké, we hebben nu een advertentie geplaatst. Hoeveel traffic is eruit gekomen? Oké, zoveel. Hoeveel mensen hebben er uiteindelijk zijn er op de pagina geweest? Hoe lang zijn ze geweest gemiddeld? Hoeveel aanvragen heb ik eruit gehaald? Is er iets waaraan ik die mensen kan identificeren? Hè? Want ze zitten natuurlijk wel in een AVG-tijdperk, maar uiteindelijk geeft dat ook een boost. Als je eenmaal weet welke mensen jouw werk bekeken hebben en wat ze ervan vonden. Dus dat is essentieel dat je ook op een gegeven moment daar geluid uit haalt. Mm-hmm. Dus nou ja, ik heb nu een klant, daar ben ik mee bezig. Daar hebben we een mailingcampagne lopen. En daarin hebben we mail automation toegepast, waarin je mensen vragen kunt stellen in de e-mail. En dan staan er linkjes in de e-mail en aangaande welk linkje ze geklikt hebben, kun je dus uiteindelijk lichtelijk een profiel opbouwen van oké, niet alleen van die mensen zelf, hè, want het is niet zo Big Brother watching you als dat je denkt, maar wel dat je op een gegeven moment ziet van oké, stel nou dat een gedeelte van die e-mails gaat over efficiëntie. En een gedeelte van die e-mail gaat over... omzetvergroting. En een deel gaat over planning. Dan uiteindelijk, als een van die drie onderwerpen nou meer aangeklikt wordt... Nou, dan heb je het inzicht van... Hey, er is dus meer interesse in dit onderwerp. En dan focus je daarop. Exact. Ja. En dat is wat je verder gaat uitbouwen. En dan ga je telkens ga je een stapje verder. En dat is niet... Ook wel dat lean startup, hè? Feedback loop, zeg maar. Dat is cyclisch, zeg maar. Hè? Ja. De een noemt het cyclisch, de ander die noemt het agile, die noemt het weer scrum. Maar uiteindelijk is het gewoon... Allemaal modetermen natuurlijk. Ja, het is gewoon in stappen ontwerpen en eigenlijk gewoon weer telkens bij de eerste stap opnieuw verder gaan. En je hebt het nu over de website, maar in principe werkt dat voor... Alles. Of je nou zzp'er bent en je gaat schilderen en je begint met gewoon die kwast op de deur, zeg maar. Ja. En die klant die zegt, nu je er toch boven bent, wil je de dakgoot ook even schoonmaken. Dan heb je eigenlijk dezelfde cyclus al te pakken natuurlijk. Ja, in mijn optiek is het ook voor alles. En het is ook niet, het is geen trucje. En daarom vind ik het ook raar dat, raar is misschien ook niet, want dat is gewoon marketing. Maar dat heel veel bedrijven dat gebruiken om hun bedrijfsvisie of om hun dienst te verkopen, zeg maar. Dat ze roepen dat ze agile werken of met Scrum of weet ik veel wat. Ja. Weet je, ik vind het eigenlijk niet meer dan logisch, want ik zie het als de enige manier waarop dat je daadwerkelijk waarde kunt toevoegen, waarop je daadwerkelijk iemand verder kunt helpen. Want op de ouderwetse manier van we maken een plan en we gaan, en waar we het zo net over hadden, en we gaan het uitvoeren. Het wil niet zeggen dat het ene goedkoper is dan het andere. Ja? Want dat is vaak wat mensen dan denken. Oké, als we het stapsgewijs doen, dan hebben we ook niet zo'n grote investering nodig. Mm-hmm. De investering kan misschien zelfs wel groter zijn, omdat je veel meer into the subject bezig bent. Maar het is zeker geen rocket science. Dus wij zijn daar dagelijks mee bezig. Maar andere mensen die daar zelf interesse voor hebben, die kunnen dat ook. Dus wat jij doet, mensen trainen en mensen trainingen aanbieden. Gratis en dan kijken... Of dat ze geïnteresseerd zijn en dan dat je ze misschien op een later tijdstip weer eens een keer een betaalde training kunt aanbieden. Kijk, ik denk zeker dat daar mensen zijn die... Het is geen rocket science, wat ik zeg. En jij hebt dat ook eigenlijk al aan de lijve ondervonden. Het is gewoon van ik in 10 jaar terug was ik ook wat met Google en met websites en dingen bezig. En
alle kennis is er wel. Ja. Alleen je moet het aan elkaar lussen en je moet de tijd aan spenderen, zeg maar. Ja, goed, als je ervoor hebt gekozen om je specialisme op dit vlak neer te leggen, dan ben je er dagelijks mee bezig en dan besteed je er heel veel tijd aan. En je hebt veel vergelijkingsmateriaal, omdat je heel veel klanten hebt die verschillende dingen doen. Dus dat maakt dat je misschien beter bij ons kunt komen, omdat wij er ervaring mee hebben. Maar wil ook niet zeggen dat wij het ei van Columbus kennen, hè? Ik bedoel, het is en blijft gewoon marketing. En het is onderhevig aan psychologie. En natuurlijk kun je wel wat trucjes toepassen. Maar ja, de trucjes raken ook op een gegeven moment oud. De mensen raken eraan gewend. En dan is het effect wordt steeds minder. En er gaan steeds meer mensen gaan hetzelfde doen. Weet je wel? Ja. Dus, maar de menselijke aard verandert niet. En dat blijft, het blijft uiteindelijk een kwestie van vertrouwen en van toegevoegde waarde. Exact. En dat verandert nooit. Daar kun je verschillende invalshoeken, daar kun je trucjes omheen bouwen. En je kan manipuleren. En je kan er van alles mee. Je kan het gaan verkopen, zoals we net al zeiden. Maar het feit blijft dat we op zoek zijn naar iemand die we kunnen vertrouwen. Ja. En dat je iets wil. Maar je wil datgene. Dat is met alles zo. Als je naar de tandarts gaat, ga je niet naar iemand die ook de herdershond van de buren onder de hoed neemt, zeg maar. Je wil een expert. En iemand blijkt een expert te zijn aan wat hij deelt. Aan wat voor waarde hij toevoegt. Ja. En daarom geloof ik heel erg in, geef die waarde. En laat zien dat je een expert bent. Maar eigenlijk hetzelfde als wat jij al zei. Dat sommige klanten zeggen van, dit wil ik op een site en dat en dat en dat en dat. Mensen, dan zien die mensen, oh, die doet van alles wat. Ja. En dat deed ik in het begin zelf ook, omdat je heel enthousiast bent. Ik wil dit aanbieden en dat kan ik ook wel. En ik wou de administratie draai ik ook wel bij doen. Maar ik ken helemaal niet, want voor de administratie kiezen ga je zoeken om iemand die administratie doet. En voor dit, dat. En dan kom je nooit aan de beurt. Want je zoekt voor alles een expert. En dan kun je beter een niche kiezen en expert worden daarin. Nou ja, het is, je werkt jezelf ook eigenlijk in de penarie, want er zijn dan nog altijd wel mensen die er wel voor gaan. Dus dat ze jou tegenkomen en zien van, oh, hij doet ook administratie, weet je wel, die kan alles. Dus, en dan ben je uiteindelijk ook degene die alles doet. En dan kom je op een gegeven moment op het punt dat je door hebt van, ja, als ik wil schalen, dan moet ik efficiënter werken en dan moet ik indammen. En ja, dan zit je in één keer met een hele zwik met klanten die een ratje toe aan verschillende diensten bij jou afnemen, waardoor je dus gewoon geen rechte lijn meer kunt trekken. Nee. En als je het dan waar wil maken, moet je 20 man aannemen. Die allemaal alsnog expert ergens in zijn. Ja, dus dat werkt helemaal niet. Maar het is uiteindelijk wel zo. Even kijken, wat zei je nou zo net? Oh ja, je zei van dat we op zoek zijn naar iemand die we kunnen vertrouwen. Mm-hmm. Wat ook eentje is die we heel veel tegenkomen. Zowel op webgebied als op online ondernemen eigenlijk. Hè? Want sommige mensen komen bij ons die willen gewoon een website. Ja. Een goede website. Mm-hmm. En iemand anders die zegt, ik wil meer omzet via mijn site. Ik wil meer aanvragen. Of ik wil business automatiseren. Vaak is er nog een traditioneel beeld, zeg maar, van wat een website zou moeten zijn. Hè? Dus mensen zijn nog heel erg En wij noemen dat eigenlijk altijd een beetje de MKB Corporate. Yeah. De MKB Corporate site is eigenlijk een site waarop voornamelijk een generiek bedrijfsverhaal staat met een aantal diensten. Een etalage. Een contactformulier en een portfolio. Yeah. Weet je, dat is eigenlijk een beetje. Maar wat maakt jou nou anders? Wat maakt nou dat zo'n website anders overkomt? En het verschil zit hem niet in de dienst. Het verschil zit hem in de manier waarop de dienst wordt aangeboden en de mensen die de dienst aanbieden. Ja. En die twee, want dat is het laaghangend fruit. Als je onderscheid probeert te maken, waarom moet jij bij mij kopen en niet bij iemand anders? Dan zit dat grootste onderscheidende vermogen zit eigenlijk niet in de dienst. Ja, je kunt een of ander heel ingewikkeld nieuw wiel proberen uit te vinden. Maar eigenlijk zijn de meest goede business models, zeg maar, die kun je gewoon op internet opzoeken. En de kans dat je daarmee een succesvolle business opzet, die is heel groot op het moment dat je de gebaande paden volgt, als het ware. Hè? Dat is geen rocket science. Mm-hmm. Maar op het moment dat jij... En datzelfde geldt dus eigenlijk ook voor websites. Dus op het moment dat jij zo'n generieke website neer gaat zetten, ja, dan laat je eigenlijk heel veel liggen. Dus wat wij eigenlijk heel veel prediken, en waar ik zelf ook heel veel mee bezig ben, is eigenlijk het laten zien dat een website je persoonlijk maakt.
Dus waarin je gezichten laat zien, waarin je mensen koppelt aan de aanvraag. Dus je kunt een generiek contactformulier hebben, neem contact met ons op. Maar je moet niet contact met ons opnemen. Je neemt bijvoorbeeld contact op met Mark Wijnja. En dat is uiteindelijk door een foto erbij te plaatsen, door een gezicht, met de functieomschrijving erbij desnoods. En wat kan ik voor jou betekenen? En als het op donderdag iemand anders is, nou, maak die website dan zo dat er op donderdag iemand anders staat. Ja. Ja, maar geef mensen het gevoel dat ze connectie maken. Ja, precies. Een connectie met de persoon erachter. We zijn op zoek naar persoonlijk contact. En niet naar een groot bedrijf of de grootste. Of de, exact. Hoeveel, ik praat al laatst met een jongen die heeft een uitzendbureau. En dan komen er advertenties op. Wij zoeken dit en wij zijn zo succesvol en dit en dat. Maar laat in plaats daarvan maar zien dat je het soms lastig vindt. En dat wie je bent en wie jij persoonlijk bent. En als je dan om de deur komt, dan ben je ook echt die persoon. En als ze bellen, dan ben je ook die persoon. Dat geeft een heel persoonlijk gevoel. En ik heb ooit eerder een uitzendbureau gehad. Toen deed ik ook heel groot en wou me heel groot voordoen. En dat ging op een kop verkeerd. Want mensen die verwachten dan ook alles wat een heel groot uitzendbureau doet. Ja. En de tarieven die een heel groot uitzendbureau... Nou ja, zo alles bij elkaar. Ik kon dat niet waarmaken, maar ik deed wel net alsof. Ja. En totdat ik bedacht van, ja, maar het gaat niet om... Ik had een hele luxe naam en zo, weet je wel. Van alles mooi van gemaakt. Maar het gaat erom dat je laat zien wie jij bent. En als je dan één op één een connectie met iemand kan maken. Ja. Dan heb je het vertrouwen. Nou, hetzelfde verhaal. Er komt dus weer vertrouwen neer en waarde. Dat is het. En nou ja, goed. Dat begrijpen niet alle bedrijven. Maar wat ik dus wel heb gezien in de afgelopen jaren. Is dat je als ZZP'er tot middelgrote MKB'er, zeg maar, heb je er gewoon veel meer baat bij om niet op corporate, zeg maar, manier zoals we hem zo net besproken hebben, te communiceren, maar echt gewoon die persoonlijke connectie te zoeken. Ja. En probeer het menselijk te maken, probeer het begrijpelijk te maken, probeer het klein te maken. Wie heeft er behoefte aan lappen met informatie, weet je wel, maak het tot een verhaal en waaruit blijkt van wat voor soort mensen zijn dit, wat doen ze, waarom zijn ze beter dan iemand anders of waar hebben ze ervaring mee. En ja, dat zijn dingen die probeer ik heel veel te gebruiken in campagnes. En dan heb je laatst hebben we een voorstel gedaan voor een fabrikant in China. Die wilde graag in Europa verkopen gaan doen. En toen hadden we een voorstel gedaan met daarin dus ook het voorstel om een kleine website te ontwikkelen specifiek voor dat verhaal. Ja. Omdat we namelijk zoiets hadden van ten eerste wil je meten. Want dat is heel belangrijk, dus in dat cyclische verhaal is dat je punten hebt waarop je kunt meten. Dus je kunt zien hoe presteer ik eigenlijk, weet je wel. Op het moment dat wij dat niet met een eigen website zouden doen, dan moet je het dus... Dan raak je eigenlijk een gedeelte van... heb je een blinde vlek als het ware. Je hebt een gedeelte statistiek missie. Maar daarnaast is het ook nog zo van die klant die zei toen van... of die potentiële klant die zei toen van maar we hebben toch al een website. Ja, we hebben al een Europese website en daar staan onze producten en onze diensten op. Ja. En kun je ze daar niet naartoe leiden? En dan zeggen we, dat kan wel. Alleen, dat willen we niet. En waarom niet? Omdat jouw, of jullie website, met alle respect, maar is gewoon echt een corporate site. Ja. En die is niet in het leven geroepen om sales te driven, zeg maar. Om leads te genereren. Die website, die is er als informatiebaken. En dat mensen dingen over je producten kunnen downloaden en noem het maar op. Maar is niet, of toont eigenlijk nauwelijks onderscheidend vermogen. Want als wij namelijk nog 9 of 10 andere websites van andere producenten uit China ernaast leggen, dan hebben we eigenlijk exact hetzelfde. Ja. En toen zeiden ze, maar we kunnen toch ook aanpassingen doen aan onze site. En toen zeiden we, maar kijk, dan maak je het weer onnodig ingewikkeld. Want dan krijg je namelijk dat wij weer, dan moeten we dus weer plannen gaan schrijven. Dan moeten we mensen dingen gaan overdragen. Dan komt die hele schakering op gang. En wij zeiden van, wil je dit met ons bereiken? Wij houden van kort cyclies. Cyclus mogen nooit heel lang duren. En op het moment dat er allemaal hobbels tussenin liggen om resultaat te realiseren, dan gaat het ons gewoon niet snel genoeg. Dan heeft het A, onze focus niet genoeg, want dan raken we er heel snel mee verveeld, zeg maar, om heel eerlijk te zijn. Ja. En op de tweede plaats raak je je momentum kwijt. En dat momentum heb je juist nodig om door te pakken en om die inzichten te realiseren. Dus op het moment dat je dan zo'n kleine website maakt die specifiek en alleen is bedoeld om een bepaald product. Want ze hebben misschien wel 100 producten, maar we zeiden we willen een hero product. We willen één product
wat jullie willen gebruiken als frontlinie voor jullie merk. En we proberen jullie merk op een bepaalde manier neer te zetten. En daar leads mee te genereren. Nou ja, goed, dat is toen in combinatie met een social media campagne geweest door een ander bedrijf gerealiseerd. Althans in het voorstel. En, maar goed, uiteindelijk hebben ze hem wel begrepen, zeg maar. Hè? Dus er zit wel. Het is niet zo dat we mensen uiteindelijk niet kunnen overtuigen. Dat lukt wel. Maar je ziet wel dat dat een hele. Nou ja, ik zie wel daar verandering in hoe mensen met online omgaan en om zouden moeten gaan. En ik zie wel dat er een kentering in komt dat het steeds vaker is dat mensen het ook gaan snappen. Zeg maar. Ja. Van, oh hé, hey, ja, nee, nu snappen we ook waarom dat dit beter is. Alleen, nou ja, wat ik je daar straks zei, in het begin gingen we mensen dat altijd leren. Dan gingen we altijd heel erg, waren we de partij die je handje vasthield en dan gingen we het samen doen. En inmiddels zijn we wat meer ontwikkeld en zeggen we gewoon van, weet je, we willen het je wel leren. Dus met andere woorden, het is geen rocket science en het is geen geheim. Geen geheim, inderdaad. Absoluut niet. Maar om dat momentum te genereren, moet je wel weten doorpakken. Hoe het werkt. Ja. Moet je doorpakken, moet je het neerzetten. En dan vervolgens, als je het resultaat hebt laten zien, kijk, dan kunnen we nog wel eens een vervolg inplannen, offereren, whatever, om te zorgen dat jij dat in je organisatie snapt. Want dat is punt 2. Er wordt nog heel veel met bureaus gewerkt. Hè? Er wordt nog heel veel met externe specialisten gewerkt. En wij denken wel dat in de toekomst dat bedrijven zelf die know-how moeten hebben. Want online ondernemen, het zou ook heel gek zijn dat je een bedrijf hebt, maar dat je niet onderneemt. En dat je dat uitbesteedt aan iemand anders. Weet je, dat online ondernemen is eigenlijk het equivalent, is het gelijkwaardige aan ondernemen offline. Ja. Alleen, ja, het vergt wel een andere mentaliteit, een andere manier van werken. Ja. En als je die eenmaal snapt, ja, dan moet je het ook zelf kunnen. Hè? Dan moet het niet zo zijn dat je daar ons voor in moet schakelen om het door te kunnen zetten of wat dan ook. Hè? Dan moet je zelf ook snappen, oké, dit zijn de stappen die ik moet doen. En dat zal in de toekomst ook betekenen dat sommige bedrijven misschien wel een manager of iemand moeten aannemen met de skills om een website te beheren of om die leads op te volgen. Hier staat er dan een heel nieuw beroep erdoor. Ja, geen idee. Ja. Maar wel, dat is wel wat we de grotere bedrijven nu in ieder geval adviseren. Dat we zeggen van, joh, je moet wel echt zorgen dat je hier iemand opzet. Echt iemand, nou ja, misschien wel een vacature uitzet voor iemand met deze kwalificaties of deze interesses. En om hierin mee te gaan. Want als je dat niet hebt, dan raak je die kennis weer kwijt. Hè? Ja. Dus met andere woorden, gaan wij het voor je doen en dan heb je er daarna niks aan. In principe is dit helemaal niks nieuws, want iedere, of het nou een agrarische revolutie of een technologische revolutie of weet ik veel wat, iedere fase verandert die markt weer. Eigenlijk komt het daardoor, hè? Want consumenten die worden steeds slimmer, die kijken, toen net e-mailmarketing uitkwam, dan opende 80-90% openden die e-mails en die deden er ook wat mee. Volgens mij, zeg maar als ik het verkeerde, maar als 2% het opent nu, dan doe je het best wel redelijk. Ligt er aan hoe groot het bestand is. Nou ja, goed. Maar er zit een hele wereld van verschil in. En zo gaat het, volgens mij gaat het zo met alles. Voorheen, toen je net een banner kon doen op een website, klikte iedereen als een malle erop. Ja. En nu, mensen zijn nu reclameblind, hè, noem ik het altijd. Je scrolt er doorheen. Ik had vanochtend ook nog met iemand over, dan scroll je er doorheen. En als je reclame ziet, is net als op tv. Ja. Zodra de reclame volgt, ga je een bakje koffie halen of je pakt die telefoon erbij. Ja. Mensen worden daar blind voor je, klopt. Tenzij het heel persoonlijk is en je hebt er echt iets aan. Het is inderdaad zo, dat is wat ik bedoelde net met trucjes. Ja. Die trucjes worden op een gegeven moment achterhaald. En dan dat is niet achterhaald in dat er nieuwere trucjes of wat dan ook zijn. Nee, dat komt gewoon omdat mensen inderdaad er blind voor worden. Door een masker, zeg maar. Ja, en dan uiteindelijk dan komen er wel die nieuwe trucjes. Maar dat is meer noodzaak omdat de oude trucjes niet meer werken. Weet je, dus dat... Ja, als het politie slimmer wordt, wordt de boel het ook. Zeg maar. Ja, dat is het. Maar hè, wat betreft e-mails... Een vrij bekend gegeven wat betreft e-mailmarketing is dat persoonlijke e-mails... Dus letterlijk e-mails die gepersonaliseerd zijn. En daarmee bedoel ik niet alleen dat je naam aan de bovenkant erin staat. Maar dat een e-mail daadwerkelijk aan jou geschreven is. Ja.
En dat wil niet zeggen dat die niet geautomatiseerd is, want je kunt ook een Excel sheet inladen met je hobby's of met de dingen die ze op je website gezien hebben en dat dan vervolgens geautomatiseerd uitsturen, zodat jij een andere mail krijgt als ik. Met een bob.com doet het ook bijvoorbeeld. Exact, maar met gepersonaliseerd kun je nog een stap verder gaan en het er ook uit laten zien alsof het een mail is die door iemand aan jou getypt is. Typfout. Dus, nee, maar ja, misschien. Of misschien zelfs wel gewoon één lettertype, zwart op witte achtergrond en aan het einde gewoon je signature zoals je die ook onder je basis-e-mail zet. Ja. Nou ja, dat zijn dingen die passen wij ook toe. Ja. En wat je ziet, is dat absoluut meer oplevert. En je ziet dus ook dat online gezegd wordt. Maar wij kunnen het inmiddels ook onderbouwen. Kijk, de percentages lopen wat uiteen. Maar bij ons is het tussen de 5% en 10%. Ja, dat is wel behoorlijk, meer, toch? Ja, dat is behoorlijk. Tenminste, als je kijkt... Ja, weet je, het is altijd afhankelijk van de grootte van het bestand... en de kwaliteit van het bestand waarnaar je toe mailt... als we het hebben over e-mailmarketing. Ja. En weet je, het ding is... Als alle contacten netjes door jou gegenereerd zijn via jouw website... Nou, dat is wel heel knap als mensen dat hebben, maar doorgaans is dat namelijk niet zo. Kijk, dan heb je een heel kwalitatief bestand. En dan zijn mensen met jou betrokken en dan zullen ze het ook eerder gaan openen. En dan, dus dan zo'n bestand in vergelijking tot een bestand van gewoon een bedrijf... die door de jaren heen gewoon die e-mailadressen van zijn administratie bij heeft gehouden, zeg maar. En dan gewoon dat je die e-mailadressen gebruikt om mensen aan te schrijven. Kijk, daar zit een heel groot... Ja, natuurlijk. Kwaliteitsverschil tussen. Dus dat, dus open rates vind ik altijd wat lastig. Maar ik denk toch wel dat als je tussen de 20% en 30% open rate hebt, zeg maar, dat is behoorlijk. Behoorlijk. Maar goed, nogmaals, het verschilt heel erg. Maar goed, het is ook maar net welk doel gebruik je het voor. Want we merken ook dat als je alleen maar dat soort mails stuurt, is dat mensen er heel snel weer het idee van, oh, maar dit is waarschijnlijk doorgestoken kaart. Ja. Dus je probeert iets persoonlijks te laten zien, maar je moet wel redelijk authentiek zijn. Wil je niet door de mand vallen, hè, tussen aanhalingstekens. Ja, volgens mij is de enige manier om vertrouwd over te komen, is door betrouwbaar te zijn. Toch? Als er een e-mailadres onder je in jouw web... Of zeg dat als mensen kunnen reageren op die e-mail en het is gewoon een persoonlijk e-mailadres, dat helpt. Op het moment dat jouw naam eronder staat en jouw naam en je LinkedIn profiel staat erbij. Dus dat is gewoon... Maar ook dat je het niet mooier maakt dan het is. Klopt. Dat je niet anders voordoet dan je bent. Dat je niet je tonatie op zo'n e-mail, hè? Dat je het niet hebt over u en gij en die, weet ik veel wat. En als je ze aan de telefoon hebt, hey jongen, alles goed. Vinden heel veel klanten ook moeilijk. Ja. Ze vinden eigenlijk van, ja, hoe ga je nou iemand tutoyeren als je iemand niet kent? Maar dat is ook, dat is ook online mindset. Weet je wel, dat doe je gewoon hè, op het moment dat je met u en zo begint, dan dat creëer kan je wel, al maar dan moet je ook zo zijn. Als ik nu met jou zou zitten en ik zou met u en weet ik veel wat praten, dan vind ik ook dat ik mijn e-mail ook zo moet schrijven en mijn website ook zo moet inrichten. Maar hoeveel websites van Stratenmaker, die zo fris is als wat, en je komt op die website en er staat er bijna alsof je met de koningin praat. Ja, dat geloof je, dat is niet echt, zeg maar. Nee, maar goed, dat is inderdaad zo. En zolang dus zo'n e-mailadres ook persoonlijk te benaderen is op het moment dat de telefoonnummer wat eronder staat ook daadwerkelijk jouw telefoonnummer is. We zien ook heel vaak... Kijk, vroeger, een aantal jaren geleden toen ik dit ook deed, dan waren de leads gewoon puur en alleen online. Dus dan op het moment dat je dan zo'n e-mail verstuurt, dat iemand die e-mail opent en vervolgens op een link klikt, naar een pagina gaat, een formuliertje invult, dat traditionele stappenplannetje. Ja. Maar inmiddels is het al zover dat weet je, je probeert eigenlijk om leads binnenboord te houden. Door degene die de potentiële lead als het ware, die persoon die mail opent. Om die zoveel mogelijk naar één punt toe te werken. Dus je wil hem niet zoveel opties geven om uit te stappen. Dus je wil bijvoorbeeld niet een link naar je algemene site. Je wil alleen een link naar die landingspagina. Ja. Je wil geen... Op die landingspagina wil je ook niet allemaal links alle kanten op, zodat die klant daar, of potentiële klant daar weer kan uitstappen. En er moet ook staan wat je belooft dat er gaat staan. Klopt, het moet allemaal met elkaar in één lijn. Ja. Maar voorheen deden we dat te strak. En wat we merkten was dat je gewoon ook leads misloopt eigenlijk. Ja, dus dat de leads omhoog gaan op het moment dat je mensen... Een uitweg geeft een beetje. Alternatieve contactmogelijkheden geeft. Dus bijvoorbeeld, sommige mensen willen geen formulier invullen. Want dan denken ze van, ja, dan kom ik op een of andere mailinglijst terecht. Ja. Waar ik niet in wil. Of dan komen mijn gegevens weer ergens in terecht. Ja. Of dan krijg ik een irritante verkoper aan de lijn. Want hoe vaak gebeurt het niet dat er een mail uit naam van de directeur verstuurd wordt en dat je vervolgens een Jan Piet Snot met de stagiair krijgt. Van ja, meneer, ik zie dat u contact heeft opgenomen. Ja. Dus
op het moment dat je zorgt dat er ook weer alternatieve contactmogelijkheden zijn die weliswaar minder te volgen zijn. Kijk, er is van alles mogelijk nu hoor. Dus je kunt ook telefoonnummers maken waarbij je de calls kunt traceren. Dat doen we ook. Maar we hebben op een gegeven moment ook gezegd, wat is nou uiteindelijk het belang van de klant? Is het in welk belang weegt zwaarder? Dat wij kunnen aantonen welke leads wij genereren, mm-hmm. of dat de klant de leads krijgt. En als betekent dat wij een e-mail of door het toevoegen van een telefoonnummer kunnen zorgen dat er uiteindelijk meer aan de strijkstok blijft hangen, ja, dan weegt dat wat mij betreft in ieder geval zwaarder dan, ja. dan het rechtlijnig maken van je funnel. Ja, en dat, nou ja, goed, dat is. Dat zijn van die dingen die je dan door de tijd heen ziet. En waar in het begin nog wel redelijk bagatelliserend door de klant over wordt gedaan. Zo van, ah, is dat nou echt nodig? Zo'n foto van mij op de site? Is dat nou echt nodig dat mijn naam onder elke mail staat? Dan lijkt het net of ben ik zo'n, zo'n eenmanszaak. Ja. Weet je wel? Dan, ja, terwijl ja. Wij hebben 20 man aan het werk. Ja. En dan lijkt het net of ben ik degene die de bedrijfsvoering doet. Ze willen het zo groot lijken, zeg maar. Terwijl klein veel persoonlijker is. Ja. Klopt. Misschien is het al andersom. Persoonlijk is vaak veel kleiner voor je gevoel. Ja. Is het dan voor de buren? Hoe bedoel je? Nou, wil je dan voor de buren eruit zien alsof je een heel groot bedrijf bent, denk ik wel. Is het dan trots? Ah, zeg maar? Zo. Ja. Ja, weet ik niet. Groot betekent vaak ook, en daar valt wel wat voor te zeggen. Kijk, groot betekent vaak ook bestendig. Ja. Groot betekent vaak, heeft al langere tijd bestaan, want anders ben je niet groot. Althans, dat is tegenwoordig ook niet meer echt een keiharde waarheid. Maar de meeste bedrijven die van een bepaald formaat zijn, die zijn er al een tijdje. Het feit dat ze er zo lang zijn, betekent ook dat ze iets goed hebben gedaan, doen. Het betekent ook dat ze heel veel klanten hebben. Dus vaak betekent dat dus ook dat er heel veel social proof is in de directe omgeving van blije klanten. Ja. Die elkaar aanbevelen. Hè? Dus uiteindelijk krijg je dan dat een betrouwbaarheid teweeg brengt. Maar dat is nou juist een beetje het ding online. Online zegt dat niet alles meer. Hè? Dus ja, in fysiek contact doet dat een hoop. Alleen in online lead generatie doet het niet zo heel veel. Juist om wat jij zei. Mensen worden er een beetje blind voor als het ware. Ja. Omdat ze heel vaak een groot bedrijf voor hun neus krijgen. Terwijl het eigenlijk geen groot bedrijf is. Nee. Dus de omvang van een bedrijf doet er voor de meeste mensen online gevoelsmatig niet zo heel veel aan. Het zit er meer op de psychologische factoren van, oké, wat is nou de meerwaarde voor mij en wat hou ik eraan over als ik met jou contact opneem, zeg maar. Hè? En nou ja, dat is, hoe zeg je dat, die hengel die je uitgooit, ja, daar moet wel een sappig wormpje aan zitten. Ja, dat, maar ook een wormpje die, in je metafoor te blijven, die vis aanspreekt. Ja. Ja, want als jij, ik zeg wel eens tegen bedrijven, tegen ondernemers, als je nou je moet eerst je boodschap helder hebben, dat sowieso, je moet weten wat je er neerzet, want ik kan wel jouw vragen maken naar advertentie, maar als ik daarin zet, ik ben een schilder, dan zijn er nog 40 schilders. En dan kun je ook nog zeggen van, wat is dan precies je doelgroep, wie wil je dat leest? Nou, dat kun je op targeten, maar als je er algemeen op target, dan is het een algemeen verhaal wat ze allemaal zien. Maar als jij zegt, ik kan kiezen voor huizenbezitters in Sneek, bijvoorbeeld. En je zegt aan het begin van je video of van je advertentie, hey, huizenbezitters in Sneek, in plaats van hallo, ik ben schilder. Dan stopt de huizenbezitter in Sneek, want dat gaat over hem of haar. Exact. Snap je? En dat kun je, dit is nog vrij algemeen, maar je kan het super tot op de kleur van de ogen en de lievelingsauto kunt. En weet je wat het lastigste, of nou ja, niet eens lastig, maar de algemene. Hoe zeg je dat? Het algemene sentiment bij dit wat je nu schetst voor veel ondernemers is dan van ja, maar dan haken de mensen af. Mm-hmm. Dus met andere woorden, e-mail marketing, is dat niet irritant? Hè? Dat ik dan elke week bijvoorbeeld bij iemand in de mailbox sta. Hè? Nou hebben we het over e-mail marketing, maar dat kan je ook met advertenties doen die je bij een online marketeer inkoopt. Is dat niet heel irritant, zo'n remarketing campagne? Dat als je één keer, twee keer speakers hebt ingetypt, dat je dan vervolgens voor 3 weken doodgegooid wordt met speakers. Dat snap ik, ja. Ja, dat is irritant. Maar irritant is niet gelijk aan business mislopen. Irritant is juist een heel goed mechanisme eigenlijk,
Want mensen hebben de mogelijkheid, in ieder geval als we het hebben over e-mail, om uit te stappen. Mm-hmm. En dat uitstappen is juist iets heel goeds. Want als je namelijk de juiste boodschappen communiceert, dan werkt het als een filter. Dus je houdt uiteindelijk inderdaad minder contacten over. Maar die contacten zijn wel meer gelieerd of meer, zijn meer ontvankelijk eigenlijk tot datgene wat jij te vertellen hebt. Ja. En die mensen die afhaken, nou, die hebben dan kennelijk op een bepaalde manier besloten dat iets niet voor hun is. Nou, misschien denken ze wel van, oh, daar heb je er weer zo een. Misschien denken ze wel van, ik ben al voorzien, ik heb hier helemaal geen interesse in. Maar het feit dat mensen dus uitschrijven, ik heb wel gehad dat klanten helemaal wanhopig werden. Zo van, oh, ik heb 20 uitschrijvingen, weet je. Maar dat is juist mooi, goed. Die mensen wil ik niet hebben inderdaad. Ja, ik reageer daar ook altijd op van, mooi. Ja. Ja, want ik zie dat namelijk als een, ja, als een tegenhanger, of je zegt dat een bijproduct van winst. Ja. De mensen die er nog in zitten zijn gekwalificeerder, zeg maar. Yes. Ja. Hè, dat is eigenlijk gewoon wat je in een sales CRM doe je dat ook. Ja, daar hou je ook op een gegeven moment je prospects bij. Ja. En dan krijgen ze bijvoorbeeld, doe je aan. Hoe noemen ze dat? Lead scoring. Dat je bijvoorbeeld elke keer dat je iemand gesproken hebt, dat je er 10 punten bij optelt. Zodat je uiteindelijk een lijst krijgt met een rangering van, nou, dus zoveel punten. En dan degene met de meeste punten is dus ook degene waarbij je denkt dat je de meeste kans maakt. Ja, ja. Weet je? Maar dat is eigenlijk wat je met marketing ook doet. En of dat nou e-mail marketing is of online, met advertenties of dat met websites. Je moet eigenlijk altijd proberen om want dat is het mooie. Vroeger had je, zeg maar, in marketing. Kijk, ik ben geen traditionele marketeer, dus ik heb niet de ervaring van vroeger in een bedrijf werken met oldschool marketingmiddelen. Maar wat ze erover vertellen is natuurlijk wel dat er werd vroeger een doelgroep bepaald. Hè? Een demografie, vrouwen van die en die tot die en die leeftijd en daar en daar. En kijk, het mooie van de technologie nu is dat je dat voor je kunt laten werken. Zeg maar, dat hoef jij eigenlijk in heel veel gevallen niet meer zelf te doen. Ja, je moet wel een paar segmenten, zeg maar, maken. Bijvoorbeeld, stel je gaat op Facebook adverteren, dan moet je een bepaalde doelgroep instellen. Maar het is zo mooi dat je dat gewoon on the fly kunt veranderen. Je laat hem eerst een keer draaien met die doelgroep, dan laat je hem eens draaien met die doelgroep. En je kijkt gewoon eens wat eruit komt. En dat is eigenlijk wat mensen vergeten, is dat je directe feedback hebt met online. Dus hetgene wat je doet, levert direct eigenlijk inzichten op. Ja. En op het moment dat er geen inzichten komen, dan doe je iets verkeerd eigenlijk. Ja. Ja. Ja, dus levert het niks op, letterlijk geen kliks of wat. Maar zelfs ook al zou je geen kliks krijgen, dan nog weet je van oké, dan is mijn boodschap dus kennelijk niet dit interessant. Dit is het niet. Ja. Ja. En dan moet je ook de zelfreflectie hebben en de ballen om te zeggen, oké, dan in Lean Startup noemen ze dan een pivot of zo, geloof ik. Ja. Maar dan moet je ook de andere kant op durven gaan. Zeggen van dit droppen we en we gaan wat anders proberen. Ja. En dat is wel een stukje trots, hè? Ja, en dat is ook wat jij er straks ook zei, hè? Van dat vergt wel een bepaalde energie. Ja. En ik denk ook dat geen enkele ondernemer daar ooit klaar mee is. Hoe zeg je dat? Klaar voor, klaar mee. Mm-hmm. Dat is ook iets dat is een endless cycle, als het ware. Dat op het moment dat je namelijk zou roepen dat je dat altijd kunt en doet. Kijk, iedereen bouwt naarmate dat hij ergens in investeert. Al is het tijd, tijd, energie, geen geld. Zelfs dan hecht je waarde ergens aan, zeg maar, doordat er namelijk tijd in zit. Tuurlijk, weet je wel? Dus dat zie je ook met van die social games, hè? Die spelletjes, Heyday en zo op de telefoon. Dat mensen dan gaan ze een boerderijtje bouwen. Ja, dat doe ik zelf ook. Ja, en dan elke dag, op een gegeven moment gaat het steeds langzamer en langzamer. Ja. Hè? Maar goed, dat is naarmate dat jij er heel veel tijd in hebt geïnvesteerd, gaan ze dat boogje. Ja, heel snel. Gaan ze de duimschroeven eigenlijk aandraaien, om het zo te zeggen. En dan krijg je, zeg maar, dat je steeds eerder geneigd bent om die shortcut te pakken die ze je aanbieden. Van, hey, koop maar diamantjes, dan ben je er eerder. Nou goed, dat investeren, dat maakt dat je er waarde aan gaat hechten. Dus op het moment dat jij bezig bent met je bedrijf en je bent ergens heel veel tijd in aan het stoppen en het blijkt uiteindelijk niet te werken, dan is het heel moeilijk om daar weer vanaf te wijken. Ja. Of om te kunnen erkennen van, oh, dit plan dit wat ik had, niet. Dat was eigenlijk, dit was het niet. Nee, dat is ook moeilijk. Dat is ook moeilijk. En ja, weet je, en daar zit ook een beetje dat commitment verhaal waar ik het er straks over had. Is van, als jij als online partner, want zo, ja, weet je moet het een naam geven. Wat zijn wij dan? Zijn wij webbouwers? Nee, we zijn online.
partner eigenlijk. Wij proberen bedrijven gewoon te helpen met online ondernemen. En op het moment dat je plannen uitwerkt, hè, en op deze cyclische manier, zeg maar, de stappen doorloopt en je gaat, hè, dan kan het nog steeds zijn dat je geen hoge ogen gooit. Hè, dat is af en toe wel eens pijnlijk, maar ja, dat gebeurt. Ja. Weet je? En natuurlijk heb je meer winst dan dat je verlies hebt, maar sommige dingen zitten ertussen. En dat is wel iets wat we klanten... Worden jullie wel eens op aangekeken als het product gewoon kak is, zeg maar? En iemand gelooft daar heel erg in. Stel nou, ik maak mijn online cursus en die is gewoon kak. Echt slecht gewoon. En ik zeg tegen jou, breng dat ding eens even op de markt. En jij gooit daar een budgetje tegenaan en je werkt dat de landingspagina klopt. Maar niemand wil het, want het is gewoon kut. Ja. Ja, wat dan? Ja. Ja, nee, maar dat gebeurt. Ja. Maar weet je, het lastige is... Er zit dan proces vooraan waarschijnlijk. Ja, natuurlijk. Weet je, en natuurlijk zit er ook wel een bewustwordingsverhaal vooraf. Dus we proberen echt wel goed te selecteren. En we proberen ondernemers wel duidelijk te maken van, hè, dat we geen ijzer met handen kunnen breken. En dat we, het is geen tovenarij of zo, weet je wel. En soms werkt iets gewoon niet. En dat betekent dan dat we iets anders moeten. Alleen, ja, goed, ook wij komen wel eens aan het einde van onze trucendoos. En ja, dat je op een gegeven moment op het punt belandt dat je iemand, nou ja, wel geprobeerd hebt om te helpen, maar dat er uiteindelijk niet het gewenste resultaat is gekomen. Maar we proberen daar wel altijd een open dialoog over te voeren. Van ja, weet je, wij zijn nu eigenlijk op het punt dat we niet zeker weten of dat datgene wat wij nu, ja, als vervolgstap zouden doen, of dat ook dan, hè, of dat dan wel werkt. Ja. Weet je wel? Dus je probeert er wel zo eerlijk mogelijk in te staan. Zowel in je verwachting als in wat heeft die persoon in handen, zeg maar. Ligt het misschien aan het product, maar je snapt wel, dat is heel erg lastig. Ja. Daar, mede waar we het net over hadden, als jij heel veel tijd hebt geïnvesteerd om dat te maken. En wij gaan dan vervolgens zeggen, ja, maar dit is helemaal ruk. Ja. Maar wij laten dat het liefste gewoon beoordelen door de markt, weet je wel. En op het moment dat je eigenlijk... En die ligt nooit. Nee, in principe niet. Nee. Je kunt wel inderdaad wat je zegt, nou ja, lichtelijk pivoten soms. Hè? Dus dat je, met andere woorden, dat je een bepaalde doelgroep in gedachten hebt, maar dat je uiteindelijk zegt van, nou, ik ga een beetje turnen naar een andere doelgroep. Of ik maak de nuance wat anders. We hebben wel eens een voorbeeld gehad van een bedrijf dat had een softwarepakket ontwikkeld. Dat softwarepakket was bedoeld voor het creëren van overzicht of inzicht in bedrijfsprocessen. Ja. Maar op den duur kwamen we erachter dat de mensen die die landingspagina lazen en de e-mails en dergelijke, kwamen we erachter dat ze het heel erg interpreteerden als zijnde een administratieoplossing. Ja. En wat we toen hebben gezegd, van, nou ja, dan moeten we niet, hè, dan moeten we eigenlijk een beetje dat overzicht, inzicht verhaal, dat moet eruit. En toen hebben we er iets van gemaakt van altijd en overal toegang tot je meest vitale bedrijfsgegevens. Van verkoop van een project tot oplevering of zo, iets in die richting. Het had ook nog een idee geweest om te zeggen, we maken er een, als ze happen op die administratie, dat je zegt van, we maken een vertakking naar een administratiepakket en we gaan dat aanbieden. Ja. Dan doe je eigenlijk hetzelfde, zeg maar, toch? Klopt, alleen, er zat toen al, wat was het, 150.000 euro aan ontwikkeling in dat softwarepakket, dus het was wel hem aangelegen om datgene te verkopen. Wat vind je dat wel begrijpelijk dat je dat voorstelt? Ja. Nee, maar dat is, maar goed, dat zijn een beetje de dingen waarmee we te maken hebben. Maar wat wel interessant is dat er absoluut wel een verandering plaatsvindt op internet momenteel. En ook het feit dat mensen steeds beter begrijpen waarom dat je dingen anders moet doen, digitaal dan offline. Maar ja, het vergt wel een bepaald soort mens. En we zijn eerst dus begonnen met het proberen te helpen van mensen in de transitie. Dus eigenlijk, nou ja, bestaande bedrijven naar online te helpen. Maar goed, je merkt dus wel dat daar heel veel energie voor nodig is om die mensen daar te krijgen. Ja. Dus ja, we vinden het tegenwoordig ook wel heel fijn om ook met wat mensen te werken die al enige stappen gezet hebben. En dat, zoals wij het noemen, de webondernemer. Maar beide zijn nog altijd welkom. Ja. Maar het is ook wel weer mooi hoe de kennis, zeg maar, ook dan een beetje overgebracht kan worden. Hè? Dus, want we hebben een aantal voorbeelden van, nou ja, online ondernemers. En die doen bepaalde zaken. En die kunnen we natuurlijk vervolgens ook weer adviseren aan de mensen die het nog moeten leren. Ja. Ja, zo pik je bij iedere klant weer wat op voor de volgende. Ja. Ja. En dan de een die zegt van, goh, is e-mail marketing ook iets voor mij? Nou ja, goed, dan... Heel vaak is het antwoord ook gewoon van, heb je e-mailadressen? Nee, dan niet. Ik zal ook even wachten. Nee, ja. Maar ik stel het een paar vragen. Ik vind geen simpele vragen, maar dan ga je wat meer in op de ondernemer achter de onderneming, zeg maar, wat minder op inhoud. Oké.
Nou, voordat ik begon met ondernemen, was ik student. Ik heb multimedia en communication design gestudeerd op de NAL in Leeuwarden. Ook niet afgemaakt overigens, of nog niet. Nog niet? Nee, ik ga het ook niet meer afmaken. Nee. Nee, ik was gewoon student. Ik had gewoon een bijbaantje en ik studeerde. Maar ik wist eigenlijk al heel snel dat ik zelf ondernemer wilde worden. En dat is iets dat niet zozeer dat ik nou wakker werd en word ondernemer, maar meer gewoon, misschien wel een beetje vergelijkbaar met wat andere mensen ervaren, een beetje tegendraads. En dat maakte dus ook dat ik, als ik om een vergelijking te maken bij mijn stageadres, had ik heel snel het gevoel dat ik maar een nummertje was, weet je wel, en dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakte of dat ik er wel of niet was. En ik had altijd het gevoel, als je echt het verschil wil maken, dan moet je het zelf op poten zetten. En dat heb ik dus ook gedaan. Cool. Ja. Je hebt eigenlijk de eerste drie vragen, heb je daar nog mee beantwoord. Wat miste je daarin? Dat zeg je eigenlijk al. En met welk doel ben je bedrijf begonnen? Wat vind je het mooiste aan, dat staat hier niet in, hoor, maar daar ben ik gewoon benieuwd naar. Als je nu ben je een tijdje, of best wel een tijd al, ben je ondernemer. Mm-hmm. Wat vind je het mooiste aan ondernemer zijn? Het mooiste aan ondernemen is het feit dat je probleemoplosser bent. Je gaat er met volle energie in en die energie die je erin stopt, die krijg je als je het goed doet er ook weer uit. Dus met andere woorden, de mensen die je tegenkomt, de mensen die je spreekt, dat zijn vaak andere ondernemers. Daar kan je visies aan scherpen, hè? Dus je eigen visie scherpen aan die van iemand anders. Je kunt iemand anders dingen bijbrengen, maar zij kunnen jou ook heel veel leren, zeg maar. En dat is een bepaalde interactie die je volgens mij niet hebt wanneer je een medewerker van een bedrijf bent. Hè? Je kunt, dat is een andere manier van leren. Ik wil niet zeggen dat je dan stilstaat, maar het is wel een bepaalde energie, passie. Beetje vies woord, maar wat je in je werk stopt en wat je als ondernemer, zeg maar, oplossingen laat maken, bedenken, creatief laat zijn op je eigen manier. En ik weet niet, de kaders, zeg maar, die er door bedrijven vaak gesteld worden aan bepaalde functies of wat dan ook, maken dat ik voor mijn gevoel in ieder geval het best gedij wanneer ik zelf verantwoordelijk ben, in plaats van dat ik binnen de geëikte perkjes moet functioneren. Ja, ja. En dat vind ik het allermooiste wat er is eigenlijk gewoon echt meerwaarde leveren, echt oplossingen neerzetten die echt bijdragen aan verbetering van een situatie. Dus meer omzet, meer aanvragen, dat is gewoon tof. En vooral als dat dan vervolgens door de klant ook beaamd wordt, weet je, dat vind ik echt super tof. Jouw fuck-ups zijn die van jou en de waardering, die heb je ook echt zelf verdiend, zeg maar. Ja, dat zit ook een beetje in de aard van het beestje. Ik vind het echt super vet als je iets zelf gemaakt hebt. En dat je daar, je bent een soort van self-made, als het ware. En ik, kunnen we het nog wel eens over hebben, maar ik ben een eind gekomen, laten we het zo zeggen. En daar ben ik echt absoluut wel heel trots op. En dat, dat vind ik het eigenlijk het mooiste aan ondernemerschap, is dat je echt iets aan het bouwen bent. En dat het dan, dus oplossingen en dan vervolgens uiteindelijk dus een groeiend iets neerzetten. Wat steeds beter werkt of steeds groter wordt. Of, dat, cool. Een beetje het technisch Lego van vroeger. Ja, snap ik wel, ja. Ja. En in die lijn, waar zie je jezelf over 5 jaar? Ik hoop... Nee, hoop is voor mensen die niet geloven. Nee, ik wil heel graag, hoe zeg je dat, meer uit de operatie. Daar hebben wij het al wel eerder over gehad, maar ik wil heel graag meer uit de operatie. Ik zou heel graag willen dat ik me op een ander niveau bezig kan houden met de materie waarmee we te maken hebben, zodat andere mensen, zeg maar, dat ik hun in de gelegenheid stel om de dingen te doen en te leren die ik tot nu toe heb geleerd, hè? Want je gaat allemaal een stap verder. En het zou toch wel zonde zijn als ik over 5 jaar nog steeds op hetzelfde punt sta als waar ik nu sta. Ik hoop ook wel, een wens is ook wel dat ik nog een andere onderneming erbij zou kunnen starten. Maar goed, dat is ook maar net, dat is niet een eis of zo. Dat is ook niet een stip op de horizon, maar dat is wel een idee wat me heel leuk lijkt.
Dat je op een gegeven moment zo'n technisch Lego-pakket, als we het er dan toch over hebben, dat je dat op een gegeven moment gebouwd hebt en dat je het kunt loslaten en dat het doet. Dat het rijdt, dat het werkt en dat je vervolgens iets nieuws kan gaan bouwen. Ja. En dat lijkt me heel tof. Cool. Ja. Maar op dit moment ben ik ook nog gewoon echt bezig met uitvoerend werk binnen de organisatie om omzet te genereren. En ja, dat beperkt je natuurlijk ook in het maken van andere stappen naar buiten, hè, naar andere zaken toe. Kijk, je kunt pas iets loslaten op het moment dat het, nou ja, dat je de maatregelen hebt genomen om te zorgen dat het blijft staan wanneer je je handen ervan aftrekt. En dat, nou, daar ben ik nog niet. Snap ik. Heb je een strategie om dat, heb je iets voor jezelf hoe je dat wil bereiken? Ik heb, zoals ik ook wel eens verteld heb, ik heb in het verleden meerdere coaching trajecten doorlopen waarin het afgelopen jaar echt wel een hele belangrijke is geweest. Heel confronterend ook, zeg maar, met eigenlijk een beetje je eigen tekortkomingen of je eigen aandachtspunten als het ware waaraan je moet ontwikkelen. Nou, daar ben ik wel heel specifiek mee aan de slag gegaan om dat soort zaken te verbeteren, omdat ik ook zie dat dat mijn valkuilen zijn. Hè? En daar waar je er, misschien heb je 10 valkuilen, daar waar je de 2 dichtgooit, komt er misschien nog wel weer eentje bij, of heb je nog niet goed genoeg dichtgegooid. Hè? Dat is een verhaal van vallen en opstaan. Maar daar heb ik de afgelopen jaren heb ik daar echt wel heel veel dingen mee gedaan. En ik zie wel dat er nu minder valkuilen over zijn gebleven dan degene die ik heb dichtgegooid. Dus dat is een beetje, er is niet een of ander grand masterplan met zaken die ik lees als ik 's ochtends opsta en hoe zeg je dat, zo'n vision board. Nee, dat heb ik allemaal niet, maar er is zeker wel een systematiek, dat wel. Mooi. Belangrijkste obstakel dat ik ben tegengekomen is eigenlijk gebrek aan ervaring. En gebrek, dat geeft al aan, zeg maar, dat er ergens een tekort aan is. Een tekort is er natuurlijk alleen wanneer het noodzakelijk is en het er niet is. Toch, dat is een tekort. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk meer gestoeld op het feit dat als ik terugkijk en ik zou dit hele riedeltje opnieuw zijn gestart. Ja. Dan zou ik ervoor hebben gezorgd dat er in ieder geval één van onze drieën of meer. Voor mezelf zou ik ervoor hebben gekozen om eerst in een bedrijf aan de slag te gaan. Wat het hele wiel al afgetimmerd heeft. Waarbij het wiel al rijdt. Zodat je daar het kan afkijken. En dat je vervolgens kunt kijken hoe je het. Hoe zeg je dat? Hoe je het in je eigen organisatie wil. En dat hebben we nu niet gehad. Van ja, de tip die ik zou geven. Is niet zozeer ga je opleiding van A tot Z doen, maar ga vooral werken bij een, hè, zodra je weet wat je wil, ga dan werken bij een bedrijf wat datgene doet waarvan jij denkt dat is wat je wil doen. Omdat je daar namelijk 10 keer meer van leert dan tijdens een hele opleiding van 4 jaar, dat is mijn overtuiging. En op de tweede plaats denk ik dat als je eenmaal, zoals ik aangaf, ik wist al vrij vroeg dat werken voor een baas het voor mij in de eerste instantie eigenlijk niet zou zijn. Het is een beetje tegenstrijdig overigens, maar dat niet mijn einddoel zou zijn of mijn eindstation. Dan heb je wel iets nodig waarvanuit je dat gaat doen. En als je 0,0 ervaring hebt, dan zorg je er eigenlijk alleen maar voor dat de weg daar naartoe heel erg lang wordt. Want ik denk namelijk echt dat er minstens 3,5 jaar of zo. 3,5 tot 4 jaar aan ontwikkeling gewoon misschien wel met een jaar werken voor een bedrijf, dat je dat zou kunnen bereiken. Ja, en dan, om te doen. Exact. En dat is ook, dan bouw je al een stukje netwerk, je leert mensen kennen, je leert hoe het werkt, je leert hoe het met klanten werkt, welke voorstellen er gedaan worden, welke regelingen er gedaan worden. Dat zijn allemaal dingen die wij, omdat wij gewoon 0,0 ervaring hadden, alles zelf hebben moeten doorlopen. Ja. En dat is wel een hele leerzame weg natuurlijk, absoluut. En daar kan je ook uiteindelijk wel super trots op zijn. Maar als we het hebben over efficiëntie. En als ik nu kijk, zeg maar, ik ben hartstikke trots op waar we staan en hoe het bedrijf hoe het bedrijf werkt op dit moment. Maar dat zou wel een tip zijn aan mezelf, als ik weer terug in de tijd zou mogen, van goh, doe dat anders, want dat scheelt je een hoop tijd. Want tijd is uiteindelijk, heb ik geleerd, het kostbaarste wat ik bezit.
Dat, hè, dat is eigenlijk, hè, geld kan alle kanten op. Hoe zeg je dat? Je dagelijks leven kan veranderen, de mensen met wie je werkt kunnen veranderen, noem maar op. Maar uiteindelijk is gewoon de tijd, datgene wat je. Komt nooit meer terug. Nee, dat komt nooit meer terug. Ja. En ja. Ik had die, omdat ik mijn werk gewoon zo tof vind, had ik die 3 jaar ook wel. 3 à 4 jaar misschien ook wel aan iets anders willen besteden. Ja. Dan denk ik nu van, Jezus, als ik die tijd dan zou kunnen spenderen om iets anders te hebben neergezet, dan, joh, dat had ik fantastisch gevonden als ik die tijd nog een keer kon doormaken. Nou ja, dat is. Cool, thanks. Zo, nou, ik ben inmiddels weer thuis. Die gast weet wel waar hij het over heeft, hé. Vet verhaal, mooi bedrijf, maar ook een hele kundige jongen, die Freek. Dus ik heb er een hoop van geleerd. Als jij dat nou ook hebt, ik zeg het nog een keer, vergeet dan niet te abonneren. Want dan kan ik nog meer van deze filmpjes laten zien. En dan help je mij er ook een heel stuk mee. Alvast bedankt en tot de volgende keer. Later!